Dinsdag 10 december 2019. En we zijn in het gemeentehuis van de gemeente Reuzel de Mierde, waar tijdens een buitengewone raadsvergadering de nieuwe burgemeester, mevrouw Annemieke van de Ven, zal worden geïnstalleerd. Als plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad bid ik u allen van harte welkom in deze buitengewone raadsvergadering. Iedereen wordt van harte welkom geheten door Joris van Gompel, plaatsvervangend voorzitter. De voorzitter van de vertrouwenscommissie, Bert van Laarhoven, was wegens ziekte verhinderd. De burgemeester bewaakt als eigenstandig bestuursorgaan de zorgvuldigheid en rechtmatigheid van besluitvorming in de gemeente. Onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is... De griffier Hans van Berkel leest zoals voorgeschreven de schriftelijke benoeming voor die hij begint met wij, Willem-Alexander, koning der Nederlanden, etc. etc. Willem-Alexander, bij de gratie Gods, koning der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau enzovoorts. Besluit van 28 november 2019. Dat zal ik heel graag doen. Geachte leden van de raad, geachte leden van het college, alle burgemeesters hier in ruime hoeveelheid aanwezig, zou ik zeggen. Wat fijn dat jullie allemaal zijn, want ik vind het altijd mooi om te zien dat bij de installatie van een nieuwe burgemeester, de beëdiging van een nieuwe burgemeester, duidelijk wordt dat iedereen die zo'n ambt mag doen, bestuurt in een lijn waar voorgangers waren. Commissaris van de Koning, Wim van der Donk, begroet de raad en aanwezige burgemeesters uit de Kempen. Ook uit België is een burgemeester aanwezig. Hij bedankt Jetty Eukster, die gedurende 3 jaar waarnemend burgemeester is geweest, en roept op tot een spontaan applaus. Dit zal nog vaker gebeuren deze avond. De commissaris gaf aan dat burgemeestersambt geen gemakkelijke is. Hij zei, dit ambt is groter dan je ooit zelf zal worden. Daar bent u speciaal voor aangesteld. Gewichtigheid en betekenis hoeven niet samen, die kunnen wel samengaan met menselijkheid en vriendelijkheid. En zeker hier in de Kempen lijkt me dat de stijl die ook van de nieuwe burgemeester hier wordt verwacht. Ik wil je feliciteren, Carolien, en ik wil je bijvoorbeeld heel veel succes wensen in het mooie ambt. En ik wil nu vragen of u alle wil gaan staan. Na de toespraak door de commissaris van de Koning volgde de beëdiging. Enige geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als burgemeester naar eer en geweten zal vervullen. Dan verklaar en beloof ik. Daarmee zat de taak van Joris van Gompel erop en overhandigde hij de nieuwe burgemeester de ambtsketen en voorzittershamer. Fantastische kinderen, Marjolein, Job, Ilse en Jaap. En dat kleine lieve vriendje wat eraan komt natuurlijk. Edelachtbare wethouders en raadsleden van de gemeente Reuzel de Mierde. Edelachtbare collega's uit de regio. En ik ga het toch maar wat zeggen.
Ik kan echt geen brood bakken. In haar eerste toespraak beloofde Annemieke van de Ven ooit de originele Veghelse krollen te bakken. Dit zijn zachte witte broodjes met anijszaad. Of zij dit gaat doen voor alle 13.000 inwoners die zij graag wil leren kennen, valt nog te bezien. Jeetje, daar sta ik dan. Als burgemeester van Reuzel-Dieren. Dank je wel. Mevrouw van de Ven, van harte gefeliciteerd met het installeren als burgemeester hier in Reuzel-de-Mierde. Wat was nou voor u de doorslaggevende reden om te solliciteren op deze functie? Nou, één reden is moeilijk te noemen, het zijn er meer. Vooral de slogan thema samen doen. Want ik vind het heel belangrijk dat je als gemeente samen met je inwoners, met de maatschappelijke organisaties, met de bedrijven, zoekt naar de successen om het voor onze inwoners allemaal nog een beetje fijner te maken. Prachtige omgeving van deze gemeente, een geweldig natuurgebied waar we heel vaak van mogen genieten met z'n allen. En de fantastisch mooie dorpen waarin de inwoners het moeten doen. Aan de kinderen Job, Ilse en Marjolein vroegen wij hoe zij de benoeming van hun moeder ervaren. Ja, ik denk dat ik voor ons allen spreek dat we eigenlijk gewoon heel erg trots zijn. En dat wij van volste overtuiging zijn dat ze het gewoon super goed gaat doen. En dat wij er eigenlijk ook wel een beetje naar uitkijken, omdat we weten dat dit iets is waar ze heel lang naartoe heeft geleefd. En dat we gewoon heel veel zin hebben om dit avontuur met haar aan te gaan. Want jullie wonen niet echt in de buurt, dus de afstand naar Reuzel is vanaf Ilse woont in Amsterdam, heb ik begrepen. En Job? Ik woon in Veghel. Ik reis door heel het land, dus ik kom hier regelmatig voorbij. Dus dat is absoluut geen probleem, de afstand. Dus voor jou spelen afstanden ook geen rol? En Marjolein? Nee joh, dat komt wel goed. En ik heb van mijn moeder al gehoord dat de natuur hier prachtig is. Dus volgens mij moeten we hier vooral veel met haar komen wandelen. Neem je fiets mee. Er is een fietsroute midden door het Verreken. Okay. Ik kijk er nu al naar uit. Midden door het Verreken.